Kom, Luc Appermond, dag Kael. In de eerste stad van België. De opvoering van deze avond in het mooie Velings. Wat stelt dat voor en wat gaan jullie brengen? Ja, we zijn heel blij in de oudste en eerste stad van België te gast te zijn. En niet te ver van Bilze? Nee, trouwens, wij zitten te oud. Mijn tongera. Wat gaan we doen? Bart, zeg het dus. We gaan zingen. We hebben Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Het is Luc en Bart intiem, dus dat intiem staat eigenlijk voor dingen dat de mensen eigenlijk niet weten over ons. Het gaat over ons privéleven, het gaat over ons professioneel leven, leuke anekdotes. Ik was hier een thee aan het maken. Mijn thee? Ah, camomille. Nee, gender. Dat is goed voor zijn potentie. Ja, dat is. Goedenavond, wij zien het ooit hier in Tonger, hè? Ook minder leuke dingen worden verteld, want het leven bestaat met ups en downs. En dat, zo is de theatershow ook. Maar de bedoeling is dat de mensen met een fantastisch goed gevoel naar huis gaan. Absoluut, ja. En tot nu toe zijn we daarin geslaagd. Overal waar we hebben opgetreden, hebben we fantastisch publiek. Mm-hmm. En we zorgen dat ze kunnen zingen, dat ze kunnen lachen. Misschien dat ze ook een beetje ontroerd geraken. En dan wij met ons tweeën vertellen zoals we zijn. Hè. Mm. En ik ga natuurlijk ook zingen, Luc gaat ook zingen. Enkele liedjes. Hoe heb je eigenlijk Luc kunnen overtuigen om te zingen? Ja, het was niet gemakkelijk om Luc te overtuigen om te zingen, omdat hij het al veel jaar niet meer gedaan heeft. Maar ik heb hem enkele spoedcursus gegeven. Het heeft wel drie dagen geduurd voordat er een nood uitkwam. Maar het, dat is, was met een heel goed resultaat. En Luc heeft nog op enkele weken op nummer 1 gestaan, dus dat liedje gaat hij ook nog 35 zingen. 35 jaar geleden. Ja, maar dat geeft niet, dat geeft niks. En dan heeft hij nog een liedje en dan zingen we nog een liedje samen. En de andere liedjes heb ik voor mijn rekening genomen, maar dan wel liedjes die de mensen minder goed van mij kennen. Ja. Wie denkt dat het gewoon een ambianceavond wordt met Bart Kuyls en hits, die komen er wel in aan bod, maar eigenlijk laten we toch ook een heel ander facet van u zien. Hè? Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is eigenlijk een theatervorm die we hier in Vlaanderen nooit gekend hebben. Hè? Mm-hmm. Is het stand-up comedian, een stukje? Is het zingen, een stukje? Is het theater, een klein stukje? Het is van alles wat. Ja, het is eigenlijk een unieke mengvorm. Hè? Ja. Maar je weet, ik ben groot geworden met Toon Hermans en Wim Sonneveld. En dat proberen we, dat gevoel, dat warm gevoel, dat proberen we de mensen mee te geven. Ja. Heb je dat de mensen moeten doen? Ze moeten komen kijken eigenlijk. Ja. Willen ze het meemaken. Maar het gaat natuurlijk niet meer voor dit jaar, want alles is uitverkocht. Maar volgend jaar... In het najaar, september, oktober, november 2019, komen we terug. En ik weet dat er bijvoorbeeld bij ons in Bilze hadden ze nog een tweede zaal kunnen uitverkopen. Maar ja, ze hadden geen mogelijkheden meer. Dus dat is voor volgend jaar. En misschien in Tongeren ook. En misschien in Tongeren terug. Ja. Of overal in Limburg. En van wie komt dit idee eigenlijk om... Van beide? Het idee om samen iets te doen, dat is eigenlijk heel stom gekomen. Wij worden soms geboekt, hij als zanger of een van de zangers, ik als presentator. En dan rijden we met één auto naar een optreden. Meestal zit ik in de ene hoek van het land en hij in een andere hoek. En dan komen we elkaar 's nachts tegen of vertrekken we al in de namiddag. En als we dan zo samen mochten rijden naar een optreden, dan vonden wij dat geweldig. En zo is eigenlijk het idee ontstaan dat jij tegen mij zei, goh, dat zouden we meer moeten kunnen doen, hè. Samen ergens naartoe en samen thuis. Voilà. En dat is het resultaat. Deze voorstelling, Bart en Luc in team. Goed, bedankt voor het interview. Dank u wel. Heel graag gedaan.